Yo mensen van de Explorers! Tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag gaan we de Ik heb nog nooit challenge doen. En het werkt als volgt. Je krijgt een bordje met nooit of ooit. Ik lees een stelling voor, bijvoorbeeld ik heb nog nooit in mijn boek geboekt. En dan doe je of ik heb ooit in mijn boek geboekt of ik heb nooit in mijn boek geboekt. En zo werkt het. En ik heb natuurlijk, want je bent nog nieuw. En dat is allemaal spannend. Nee. En daarom wel. Ik doe heel erg mijn best, maar dat je dat niet. Kijk, en daarom vind ik dat je een welkomstcadeautje moet geven. Maar voordat je het cadeau mag hebben, moet je eerst dit hardop voorlezen. Dus moet je geloven in alles wat hier staat, dat je hardop voorlezen. Oké. Herhaal dit in de korte. Beloof. De Explorers vol te plaatsen met leuke video's. Plus sterren te trakteren op een ijsje. Bäh! Nou, met deze slaat je toch een officiële Explorer. Maar. En nu is het tijd voor het cadeau. Er staat en daarna pas voorzichtig op. De korte. Oké, maak maar gewoon open. Ik moest het eerst voorzichtig openmaken en nou moet het zo. Oké, mensen, wat heb ik gekregen? Dopertjes! We zijn al over de dag in 2016. Wow, lekker zeg! Die ga ik nou even lekker opeten. Ik ben heel erg blij met mijn dopertjes. Ik had verwacht dat dit erin zat, dus ja. En ik vind het heel fijn dat ze over de datum zijn, want zo eet ik altijd. Dat is waar. De dag dat een random iemand was die ik kende. Dus gewoon iemand op straat en die zegt, hey, dinges. Nee, waarom heb jij ooit? Nou, ik dacht eens een keer, ik zat in de auto en een vriendin van mij, Nia, de fiets ook een vriendin van mij daarnaast, hoi. Julia. En toen zei ik zo, hey Nia, maar dat was dus een ander meisje die naast haar fietste. Dus toen keken ze naar haar en toen dacht ik, oké, awkward. Ik heb nog nooit een scheef gelaten en iemand anders daarvan een scheef gegeven. Oké, 3, 2, 1. Oh, wat? Echt heel raar. Ik heb best wel vaak gewoon een scheef gelaten en dan van, wow, stinkt hier. Ja, dat was gewoon bij die hoor. Ik zeg altijd dat mijn zus het is. Ja, ik heb het wel gevoeld. Maar ik laat bijna nooit scheten. Maar als ik een scheet laat, zeg ik of eerlijk. Of ja. Dan zeg ik gewoon helemaal niks. Of ik scheet mijn zus. Oké. Geef mijn zus. Dus. Ik heb nog nooit een lager cijfer dan een 3 gehaald. Nog nooit. Ja, ik heb een keer een 3,7 bij geen gehaald. En een 3,7 bij ja, ik heb niet lager dan een 4, nog wat gehaald. Dat was mijn laagste. Nou, voor HAVO dan. Voor MAVO is mijn laagste van een 5. Ja. Oké, verder. Dit is de laatste vraag. Ik heb nog nooit mijn moeder of mijn vader geslagen. Oké, 3. Jij mag het niet. Maar doe je echt. Hard. Ja, oké. 3, 2, 1. Voor grapjes. Ja, ik weet niet. Ik heb deze vraag niet verzonnen. Ja, voor de grap heb ik mijn moeder wel eens zonnen zo. Ja, zo. Dat heb ik ook gedaan. Zo. Oh, ik heb het even niet. Maar ik heb niet echt hard geslagen. Echt. Nee, ik ook niet. Ik heb volgens mij niet echt een keer echt geslagen. Dus ja. Vonden jullie nou een leuke video? Vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren. Vond je Indie nou leuk? Dan moet je in de reactie achterlaten baksteen. Ja, dat was heel slecht. En weet je nog leuke video's? Laat dat ook in de reacties achter. Reacties. Reacties. Laat het achter in de reacties. Doei. Doei.